Hey allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. En vandaag ga ik weer op reis. Ik ga namelijk naar Dubai. Ik neem jullie mee tijdens mijn vlucht en laat jullie al mijn favoriete plekken van deze stad zien. Het wordt een hele leuke video, dus sit back, relax en abonneer alvast even op mijn kanaal. Vandaag ga ik weer op reis. Vince moet naar Dubai voor werk en ik mag mee. Superleuk. Dus ik ben nu aan het inpakken en zo en dan gaan we zo meteen al richting Schiphol. Dit is mijn reisoutfit. Ik represent helemaal nature vandaag. Nature broek, nature topje. Koffer is gepakt. Ik neem alleen handbagage mee. Dat is echt mijn nieuwe ding tegenwoordig. Want dan hoef je en je koffer niet in te checken, wat echt een ding is met de Schipholrijden tegenwoordig. En je hebt niet meer dan een paar dingen nodig. Altijd even de trash weggooien voordat ik op reis ga. Anders gaat het hele huis stinken. Vriendje Vince is ook weer begonnen met vloggen. Dus zorg dat je ook abonneert op Stalk Vince. Hier komt het in beeld. En in de beschrijving ook. In de beschrijving doe ik ook even een linkje. Dit is wel lachen, want 2 jaar geleden was het the other way around. Yeah. Gaf ik jou een shout-out. En dit is El de OG vlogger. Dus als je niet genoeg van ons kan krijgen, abonneer dan eventjes. Schipholdrukte vandaag, want we zijn binnen 5 minuten door de security en we kunnen nu al naar de gate. Super chill. Ik werd dus net door iemand herkend. Die zei, hey, ik ken je van TikTok. En ik vind het echt zo leuk als mensen me aanspreken of iets zeggen. Alleen, ik ben best wel verlegen. Dus volgens mij werd ik echt helemaal rood. Ik weet dan niet wat ik moet zeggen, maar ik vind het wel echt super leuk. Dus als iemand me tegenkomt, altijd zou je komen zeggen. Kijk, ik ben nog steeds rood. We zijn nu in de lounge. Ik ben nog nooit in deze lounge geweest, maar het is echt niet normaal. Kijk. Allemaal lekker eten, gezonde dingen, drank als ik lid het vliegtuig in wil gaan. Oh, je kan zelfs je eigen cocktails maken. Dit is dus waar ik zit. Nou, ik zit aan boord. Het is echt niet normaal. Dit is dus first class. En Vince heeft dit als verrassing geboekt. Het is echt het vetste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik ga zo meteen een tour geven van alles wat ik in deze stoel, maar het is eigenlijk bijna een kamer heb. Eerst champagne. Ik heb net een pyjama gekregen, dus die ga ik zo meteen aandoen. Super chill. Volgens mij is het eten hier aan boord dus ook echt geweldig. Alsof je in een sterrenrestaurant gaat eten, dus ik ben heel benieuwd. Maar ze hebben dus ook deze snoepjes en dat zijn echt mijn lievelingsbijt. We hebben een make-up station, dus hier kan ik gewoon make-up doen met goede belichting. Allemaal lekkere drankjes. Dit is de menukaart. Hebben jullie ooit caviar op het menu zien staan in een vliegtuig? Zo dan om dit soort dingen ooit een keer mee te maken. En het maakt me echt nooit uit hoe ik reis. Echt, al ga ik met de trein of met de bus, weet het me echt niet. Maar dat je dit gewoon ooit kan meemaken in je leven is natuurlijk echt super vet. Ik ga er volop van genieten en alles wat we nu bestellen. Dus ik kan straks in alle rust gaan slapen. Super leuk om een keer te doen. Pyjama aan in 3, 2, 1. Ik heb
caviar, alles wat daarbij hoort, waarvan ik de naam niet eens weet. Van deze champagne zijn er blijkbaar maar 1000 op de wereld. Ik weet niet eens of ik dit goed eet, maar let's try it. Ik moet zeggen, het is wel echt heel lekker. Slapen. Ze hebben een heel bed opgedekt, dus ik heb gewoon een heel matras. Ik zie jullie in de bui. We gaan zo meteen landen. Het is nu bijna 4 uur 's nachts in Nederland en bijna 6 uur 's ochtends in Dubai. Dus ik ben nog gewoon moe, maar ik kan gewoon nog een dag chillen. Op naar huis. Ik ben hier al een paar maanden niet geweest. 2 maanden of zo? 3 maanden? Terug in het appartement. Het is nu een paar uur later. Ik heb net een paar uur geslapen. Ik had het echt nodig, want ik had natuurlijk maar 1 uur aan boord geslapen. Maar ik ga nu even sporten. Dit is mijn sportoutfit. Ik heb niet heel veel motivatie, maar... Hey! Ga je sporten? Ja. Hi. Ga je mee? Nee. Nou. Bro, ik heb 1 uur geslapen. Nu een paar uur later, ik heb hem even klaargemaakt en we gaan zo meteen eten in de mall. Deze outfit aan, dan allebei van Zara. Hoi! Ik wacht nog even tot de jongens klaar zijn en dan gaan we zo meteen eten. Morgen wordt een hele leuke dag. Ik heb maar een paar dagen in Dubai en dan moet ik weer naar Nederland voor afspraken. Dus ik ga er het beste van maken en alles filmen. Ik ben dus met de jongens op pad en dat betekent dat we altijd naar de elektronica winkel gaan. Ja, maar we hebben een gekke livestream setup gekocht voor Dubai. Of maar, in ieder geval Jesse heeft het gedaan. Maar staan ook gewoon altijd dezelfde dingen en elke dag gaan de jongens naar de elektronica winkel. Kijk, het is inderdaad zo dat we super vaak naar deze winkel gaan, want het is gewoon leuk. Maar nu hebben we actually iets gekocht, of ja, Jesse? We gaan even streamen. Jesse heeft een streaming setup gekocht, dus we gaan vanavond een livestream doen. What's up vlog? Dit is Jesse. Ik ben Jesse. Ik ben weer thuis van de mall. Dit is de huidige situatie. Ik ga eventjes nog wat schoolwerk doen en dan lekker slapen. Morgen wordt een hele leuke dag, dus tot morgen. Goedemorgen. Ik ben net wakker gemaakt door de schoonmaaksters. Het is echt wel 12 uur, maar ik heb zoveel slaap in te halen of zo. Ik weet niet wat het is. Nu hebben we een ijslotte gemaakt. Iedereen vraagt me altijd hoe ik dit maak, maar het is heel simpel. Heel veel ijs tot aan de rand. Dan doe je een espresso hoeveelheid koffie en dan doe je oatmilk. Ik ga nu denk ik me even super goed insmeren en dan naar het zwembad. Kijken of ik een beetje een tan kan krijgen. Let's go. Ik heb een uur gezond of zo, echt zo fijn. En nu heb ik gedoucht en me klaargemaakt, want we gaan eten bij een van mijn favoriete restaurants hier. Hallo! We zitten nu bij Roberto's lunchje en ik heb een salade. Goedemorgen, het is vandaag mijn laatste dag in Dubai. Koffietje gemaakt. Gisteravond zijn we naar de film geweest, Bullet Train. Het was heel heftig, heel veel bloed, maar wel echt een hele goede film. Je moet ervan houden. Ik heb net klaargemaakt. Ik heb Vince een bril, maar ik vind wel een vibe. Het is letterlijk met sterkte. Ja, dat merk ik niet eens. Misschien met een schil. Nou, dan heb je het nodig, denk ik. Dit is mijn outfit. We gaan nu even lunchen. We zitten nu bij Mina. En ik heb een burrata pasta. Het is echt heel mooi hier. Het is alweer een paar uur later. Ik
heb net even een koffer alvast ingepakt. Ik vlieg vannacht om 4:00 s'nachts, dus dat wordt even een dingetje. Maar ik zit volgens mij wel een beetje in dat ritme, dus het komt goed. Nu gaan we eten bij Zuma en ik heb deze outfit aan, want het is altijd super koud daar binnen. Dat is echt een ding met Dubai. Buiten is het extreem warm, dat je gewoon echt wegsmelt. Maar dan op sommige plekken binnen, in restaurants en zo, zetten ze de airco zo hard dat ik gewoon een trui en lange broek binnen aan moet. Maar maakt niet uit, ik heb er heel veel zin in. Laatste paar uurtjes voordat ik weer ga vliegen. Net terug van Zuma, het was heel lekker en gezellig. Verandert daar 's avonds in het weekend altijd in een feest met hele vette muziek. Dus echt een aanrader als je ooit in Dubai zijn. Huidige situatie, koffers aanpakken. Nou jongens, ik ben geland. Ik heb de hele vlucht geslapen. Ik heb niet eens iets meegekregen van zowel opstijgen als landen. Dus ik ben daar gewoon volledig doorheen geslapen. Super chill wel, want nu voel ik me best uitgerust. Altijd zo irritant als die roltrap uit, hè? Nu ga ik op zoek naar koffie en dan lekker naar huis. Kijk, die hele rij hier. Gelukkig heb ik Privium. Privium is echt de uitvinding van de eeuw met deze Schipholdrukte. Want ik kan letterlijk binnen 1 minuut door security. Ik ben weer thuis. Het was echt een hele leuke mini-vakantie. Ik heb echt een paar dagen gechilled. Dus super dankbaar voor deze leuke reis. Dit wordt ook een leuke week, dus abonneer om als eerste mijn nieuwste video's te zien en like deze video. En druk gelijk ook even op dat belletje, zodat je meldingen krijgt als ik een nieuwe upload heb. Volg me trouwens even op Instagram en TikTok als je dat nog niet doet. En dan zie ik jullie volgende week.